Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ben vandaag gaan kijken naar mijn tweede school, waar ik vrijwilligerswerk ga doen. En het zag een heel toffe school uit. Dus ook een leuk gesprek gehad. Een leuke voorstelling, dus meer moet dat niet zijn. Ik was er echt heel trots op en blij. Dus ik ben nu even een foto aan het maken van Pipo. Omdat jij ook natuurlijk een Instagram heeft en daar plaats ik af en toe foto's op. Meestal is dat wel als we samen eens naartoe gaan. Maar in deze tijden eens naartoe gaan staat niet in mijn woordenboek. Dus zit er niets anders op dan het gewoon zo te doen. En een foto te maken met de kerstboom. Mooi, ik vind het altijd een heel mooi thema. Team gieten. Beter kan het niet zijn. Dus je moet zien hoe schoon dat eigenlijk is. Dus ik ben er wel fier op. Ik moet alleen nog een piek hebben. Dus die moet ik nog wel eens gaan zoeken. Piek. Een zwarte piek. Dus dat moet ik nog hebben. Een zwarte piek. Voor de rest is de boom volledig in orde. Dus ik ben echt meer en meer fier op mijn boom. Dus ook omdat ik die zelf gekocht heb. Maar ook om het feit dat die boom bij me past. Ook omdat ik had gekeken van welke bollen wil ik erin, in deze boom. En toen kwam ik op het idee, dus het was de bedoeling eigenlijk om een deel rood, zwart, en een paar ballen paars. Maar een paar ballen paars heb ik niet gevonden helaas. En dat die boom helemaal klaar is, nu gaan al die winkels terug open. Dus waarschijnlijk zullen jullie nu zeggen, ja maar daar kan je die kopen en daar gaat het kopen. Maar toen ik die boom zette, was het nog niet dat de winkels terug open mochten allemaal. Dan was het echt nog behelpen met wat er is. Dus ja, nu is dat wel anders. Nu is dat helemaal anders. Dus ik merk ook dat er heel veel complimenten komen. Ik had gisteren een foto gemaakt. Ik had het even laten zien. Dan ga ik eten, want mijn begeleider komt ook nog. Ik ga jullie hier zetten. Zo. Voilà. Ik had een foto gemaakt, ja eigenlijk gewoon puur een foto, ik ken dat wel, niet meer of niet minder, maar ik had die op Instagram geplaatst. Even de foto laten zien over wat het gaat. De klopgeest. En dan zagen ze deze foto. En iedereen was er, oh, wauw, wat mooi. Ik heb heel veel reacties gekregen, die foto. Dat even erbij pakken, dus... Hier heeft er iemand, dat is met die nieuwe Instagram, hè. Dat is, heel veel mensen hebben gereageerd. Bijvoorbeeld hieronder, wat een mooie jongen, dat vind ik echt leuk als we complimenten krijgen, eigenlijk. Echt superleuk, jongens, dat is complimenten. Ik krijg wel heel vaak complimenten. Ik merk ook dat er meer wordt gereageerd onder de video's. Dus daar ben ik ook heel blij mee. Ik zie dat ik mijn tak dus een beetje water zal moeten geven. Zodat hij natuurlijk zo groot wordt als zijn papa. Hè? Sorry, komt niet later. Dus ik ga nu mijn eten opeten en de lader boven halen. En dan zien jullie mij zo meteen terug. We zijn patatten aan het schillen namelijk. Als jullie een beetje bewegen, dat is normaal. Dus we zijn patatten aan het schillen, want ik ga het menu van mijn oma nog eens maken. Dat is lang geleden. Het enige wat je daarvoor nodig hebt zijn patatten, gekapt en tomatensaus. Dus gekapt, ja, maakt niet uit welke kapt dat je pakt. Wat je lekker vindt, dat doe je erin. Dat zeggen ze altijd. Maar ik heb eens een aardappelmesje, ik weet niet dat je dat kent. Normaal met dit kan ik dus totaal niet werken. Maar ja, appel, als je het nodig hebt, dan is het niet te vinden. En anders is het, zal ik het zeggen. Dan zou het zomaar op het tenen vallen. Dus ja, moeten we het mee doen wat we hebben, hè. Zo gaat dat nu helemaal, hè. Je kunt er zelf nog worteltjes bij doen, maar mijn oma deed dat dus niet. Dus het is het recept van mijn grootmoeder natuurlijk en mijn meter, want het is hetzelfde. Ik kan niet wachten, is het bijna tijd. Ik wacht al weken en nachten tot het altijd 5 december zijn. Ja, sorry. Ik moest... Nee, mag het nog, hè.
Sinterklaasmuziek binnenkort niet meer, dus met deze moet ik ervan genieten. Allee, jongens. Valt dat je dat verkeerd, dat kan ook. Maar het zal wel één van de twee zijn. Dan kun je zeggen, ja, het scheelt geen ooit niet praten. Jawel, maar niet met dit. Echt, dat is niet te doen. Dat is niet te doen. Dat is echt niet te doen. Daar word ik zot van. Ik snap niet dat ze dit hebben uitgevonden. Totaal niet. Was er het nut van iemand met mij, maar shit dat niet. Dus ja, het ligt waarschijnlijk weer aan mij. Maar ik word er zot van. Echt zot. Dus nee, dank u. Ik ben wel eens benieuwd eigenlijk hoe ze morgen gaan reageren. Met dit pakje. Dat nog helemaal ingepakt is. Dus dat zie je morgen wel. Ik heb een nieuwe tablet trouwens. Ja. Als je afvraagt waarom heb je een nieuwe tablet. Dat is omdat de oude helemaal kapot was. Ze ging niet meer aan en zo. Dus heb ik besloten om een nieuwe tablet te kopen eigenlijk. Dus anders koop je dat natuurlijk niet. Ik koop geen andere tablet. En dat is ook zo'n stokje bij eigenlijk. Dus ik ben wel heel blij eigenlijk. Dus met wat ik heb gekocht. Ik kunt hier ook mee op 4G gaan. Dat is wel ideaal eigenlijk. Dus wel 4. Ja, het eten moet nog klaargemaakt worden. Want Jo, dan helpen. Voor de kamer te... zo wat onderhouden en zo. En strijken en zo. Mee. Is het zo. Ik is altijd een in de doos. Dus ja. Niet gesponsord trouwens, eigenlijk betaald. Dus dat is wel leuk eigenlijk om vandaag te gaan kijken naar de school waar je gaat werken. Eigenlijk, omdat je dan toch een hoog hebt van oké, ik ga daar werken, ik ga daar helpen in die klas. Wat is er alles? Dus dat was een heel goede uitleg eigenlijk. Want wel leuk eigenlijk. Wil dat zeggen dat ik bij die andere school niet meer ga werken? Jawel, ik ga wel bij die andere school ook nog gaan werken. Alleen gaan helpen eigenlijk in de klas. Dus op de ene school doe ik dat op maandag. En de andere school doe ik dat op dinsdag of woensdag. Hangt er vanaf. Deze week is het woensdag. En dan is het volgende week dinsdag. En zo gaat dat dan af maar door en door en door. Zelfs neem ik jullie nog mee voor mijn blauwe zak buiten te zetten. Ik zeg het vandaag. Is er niet zo heel veel. Maar ik zie er wel iets leuks. Ik zie dat licht. In haar tent. En ja. Onze poesje. Betrapt, hè. Ik sta nu buiten. Binnen 7 minuten of 6 minuten gaan wij een kaarsje branden. We mochten kiezen voor wie dat is. Wij doen dat voor Team Positief. Ik ben ook live ondertussen. Dus daar ben ik helemaal live. Op TikTok. Dus het wordt aan twee kanten gedaan. En moet ook nog straks een foto maken. De kaarsen die liggen hier al. De grond, hier zijn ze. Dit zijn de kaarsjes die we gaan aansteken. Dus het wordt heel spannend, want ik ben namelijk bang van vuur. Maar dat komt bij een orde. Ik ben ook de enige die waarschijnlijk weer buiten gaat staan. Dus ik ben benieuwd of dat goed komt. Maar dat zien jullie allemaal wel. Ik zie hoe ik er hier zo kan zetten straks. Dat zou eventueel wel. Ja. Zo, ik ga hem aansteken nu. Ik sta hier echt met mijn kaarsje in de hand. Speciaal voor jullie allemaal. Dus dat jullie een mooi jaar toe moet kunnen gaan. Maar ook voor de zorgkundigen. Iedereen die werkt in deze tijden. Dus, doe een wens zou ik zeggen. Doe een wens. Ik sta een beetje gebukt, maar dus jullie maken het live mee. Hey Steffi, welkom allemaal in de live. Deze kaart is voor jullie allemaal. Ook al Team Positief.
Dus het is ook wel leuk om zo positief te zijn allemaal. Dus dus als er iets misloopt, denk dan eens aan ons team. Ja, je moet weten, ik ben bang aan vuur, hè. Ik ga jou ook wat raarder maken. Zo. Zo. Om mijn hand te pakken. Zo. Ik weet niet hoe lang ik hier moet staan, maar ik sta hier goed. Ik sta hier goed. Met mijn vlammetje. Ik ga tot als 15 is, dat is ja, een goed idee. Dus heb je nog. Even kijken. Ik ga blazen en ja, jullie mogen allemaal een wens doen. Dus dat is zo mooi eigenlijk. Ik heb eens één aansteken, wacht hè. Ik hoop je vond je dit een leuke video. Zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En morgen zijn we weer. Tot ziens.